kennen eigenlijk de drone eigenlijk ook nog niet zo heel erg lang. Dat soort rare vliegtuig, helikopterachtige ding met een camera waar de mooiste beelden van worden gemaakt. Maar wat nou als je de drone techniek combineert met een levend wezen? Kijk, hier moeten we heel erg inzoomen. En dat gaat Mark nu doen. Deze kakkerlak en deze mot zijn dus gewoon gechipt. In ieder geval, dat hebben de makers geprobeerd. Een chipje op het diertje wat contact maakt met hun zenuwstelsel. Dus eigenlijk, de chip gaat het hele levende diertje overnemen. Dus als er een gebouw instort, of er gebeurt een ramp, en er moet iets heel erg kleins onderzoeken of er bijvoorbeeld nog overlevenden zijn, dan kunnen deze beestjes onder invloed van ons naar binnen om te kijken of dat allemaal nog kan. Dus het diertje is helemaal niet dood, het wordt alleen gemanipuleerd door techniek. En dat is wel heel erg fascinerend. Ik ben heel benieuwd hoe lang het duurt voordat we dit echt... Ik ben heel benieuwd hoe lang het duurt voordat we dit echt gaan meemaken, want ik zie dat eigenlijk wel. Ja. Die insecten.